En namens het Ondernemersplein en Kamer van Koophandel en de Belastingdienst Douane van harte welkom bij dit webinar. Slim en succesvol importeren. Daar willen wij u vanavond over voorlichten. Het is een webinar, dus alles is interactief. Dat betekent dat we vanavond een aantal polls zullen vragen aan u. Een aantal meer keuzevragen, zodat we weten wie er kijkt en wat jullie allemaal willen weten. Voor diegenen die ook aan de zijkant Twitter nog hebben meelopen, de hashtag voor vanavond is #import16. Stel je vragen als je ingelogd bent en je kijkt mee. Stel je vragen via het schermpje naast de video. Maar wil je dat via Twitter doen, dan kan dat natuurlijk ook. Wat ik zeg, het is interactief. Dus we willen heel graag dat jullie al je vragen gaan stellen vanavond die te maken hebben met importeren. Want ik heb hier drie topgasten aan tafel zitten die je alles over weten. Over dit prachtige proces van importeren. Wisten jullie bijvoorbeeld dat Nederland op de 7e plek staat wereldwijd als het gaat om import? Op de lijst van importerende landen. En wij importeren het meeste uit Duitsland, China, België, Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Daar gaan we het over hebben vanavond. Over voorbereiden, over het proces van importeren en over wat je morgen al kan doen om te starten. Zoals gezegd met mijn drie gasten, voordat ik ze aan jullie ga voorstellen, gaan we eerst kijken naar een hele korte animatie die ingaat over waar we het vanavond uitgebreid over zullen gaan hebben. Importeren. Veel ondernemers importeren goederen uit het buitenland. Bijvoorbeeld omdat een product daar goedkoper is, van betere kwaliteit, of omdat het product in Nederland niet beschikbaar is. U gaat op zoek naar een betrouwbare leverancier. Belangrijk is dat het product aan alle wettelijke eisen voldoet. Als importeur bent u daarvoor aansprakelijk. Als alles geregeld is met de juiste documenten, laat u de goederen naar Nederland verschepen. Zodra de goederen zijn ingeklaard, geeft de douane ze vrij en mag u ze in Nederland verkopen. Joost, een zeer vereenvoudigde weergave van het proces van importeren. Was het maar zo simpel, zou ik bijna willen zeggen, als ondernemer. Het is een stukje complexer dan dat. Wat is jouw rol in dit hele spel? Wie ben je en wat doe je? Ik ben werkzaam bij Nelevat Logistics, een logistiek dienstverlener. En in dat filmpje nemen wij de eenvoudige rol van het halen en het opslaan en het verdelen op ons. En is dat een schakel die je altijd nodig hebt of is er ook een mogelijkheid om dat zelf te doen? Nou, zeker als je het over intercontinentaal importeren, dan is het bijna altijd wel een partij linksom of rechtsom als toch onze aanwezig. Maar jullie zijn de partij die dat hele proces kunnen invullen? Ja. Oké. Tegenover jou, Monique Ansink. Jij bent ondernemer. Ja, jij klopt. Importeert. Hoe lang al? Ondernemer ben ik sinds 1999, maar het importeren aan zich, dat doe ik al sinds 1991, dus vanaf de vorige eeuw al. Dus je bent een rot in het vak, dat betreft. Geen oude, zou ik niet zeggen, maar nee. Wel een rot in het vak. Als je terugdenkt aan die allereerste stappen, heb jij je voorbereiding toen goed gedaan? Nee, eigenlijk niet. Ik ben door vallen en opstaan wijs geworden. Dus heel vaak mijn neus gestoten. Dus er zit meer dan 20 jaar ervaring hier aan tafel als het gaat om het importeren. Dus nogmaals, kijkers, ik roep jullie echt op. Stel jullie vragen, stel ze zo concreet mogelijk. En er zit een heel team van moderatoren hier achter de schermen klaar om alle vragen te behandelen. En vooral om te kijken of ze hier naartoe door kunnen worden gestuurd. Dan krijg ik ze hier op mijn schermpje te zien en kunnen we ze aan jullie stellen. Mijn derde gast, last but not least, Henk Navis. De meneer van de douane, mag ik het zo zeggen? Dat mag. Ja. En wat denkt een ondernemer dan in eerste instantie als hij denkt aan de douane? Misschien als een noodzakelijk kwaad, maar er is geen ontkomen aan als je goederen importeert. Dan krijg je hoe je het went of keert met de douane te maken. En dan zul je ergens een douaneaangifte moeten doen. En dan kan er van alles spelen met betrekking tot je goederen. Dat kan de kostprijs beïnvloeden. Dat kan vertraging opleveren in de logistiek. Als je de zaken niet goed hebt geregeld. Dus er zit een hele hoop hoop. Je hoort veel klagen vaak van ondernemers. Hè? Dat zijn doeners. Die willen dingen simpel en eenvoudig. En dan komen ze vaak bij overheidsinstanties en bij andere instanties. En dan zeggen ze het is complex en veel regels. Ja. Veel dingen. Hoe vind jij, is dat zo? Ik denk persoonlijk dat het in Nederland heel erg meevalt. Dat wij de zaken goed hebben geregeld. Ja. En dat er heel veel vereenvoudigingen mogelijk zijn. Mm. Dat er heel veel meegedacht wordt met het bedrijfsleven in Nederland. En dat we ook heel erg meedenken in de logistiek. Mm. En zoveel mogelijk die vertragingen willen tegengaan. Maar ja,
er zijn nou eenmaal bepaalde zaken die moeten gecontroleerd worden. Daar gaan wij, afhankelijk van de goederen. Precies, daar gaan we vanavond, daar gaan we vanavond uitgebreid over hebben. De combinatie met de Belastingdienst, hoe moet ik die zien? De douane is onderdeel van het ministerie van Financiën. En wij vallen weer direct onder de Belastingdienst. Okay. En werken ook nauw samen met de Belastingdienst. Ik zelf werk daar ook in een team met een aantal ondernemingen waarin we de douane en de Belastingdienst nauw samenwerken. Dus want hoe ziet het even concreet? Ik hou altijd van, ik ben slechts een eenvoudige presentator. Ja. Maar hoe ziet jouw week, wat doe jij? Ik ben klantmanager voor een aantal grote ondernemingen, een aantal multinationals in Nederland. En een aanspreekpunt voor de douane. Ik hou me bezig met de administratieve en controles en het inrichten van het controles bij dat soort bedrijven. Afgifte van vergunningen. De AIO, Authorized Economic Operator, is een vereenvoudiging die je kunt krijgen in Nederland. Dan word je een betrouwbare partner van de douane. Maar dat willen we allemaal zijn. Dus dat, ja, precies. Dat, maar goed. Ik kan me zomaar een vraag voorstellen. Ik ga hem nu niet stellen, maar hoe word ik dat voel dan? Hem. Ja. Ja, precies. Oké, dat is van belang. Nou, uitgebreid genoeg stof om over te praten met jullie. Alleen ik kan al een uurtje met jullie vullen. Maar zoals ik zeg, ik wil heel graag jullie vragen beantwoorden zien door deze gasten aan tafel. Wat we ook gaan doen, zoals ik al zei, is een aantal polls. En ik wil heel graag beginnen met de allereerste. En die pollvraag die luidt als volgt. Bent u al aan het importeren? Een eenvoudige vraag met drie eenvoudige antwoorden. Het antwoord kan zijn ja, het antwoord kan zijn nee. Of het antwoord kan zijn nee, maar ik ben het wel van plan. Ik wil het wel gaan doen op korte termijn. Als het goed is, zie je die poll in beeld verschijnen. Geef je antwoord en dan komen wij daar zo meteen in het gesprek op terug. En dan weten we een beetje hoeveel ervaring of hoeveel ambitie er aan de andere kant van de camera zit. We gaan het hebben over, in dit eerste gesprek wat we met jullie gaan voeren, gaan we het hebben over de voorbereidingen. Iets wat van wezenlijk belang is, hè, wat jij ook al zei, waar je heel veel dingen ook fout in kan doen en dingen kunt vergeten. Daar gaan we het over hebben. We vroegen een aantal ondernemers wat zij denken van dat belang bij het treffen van de juiste voorbereidingen bij import. Een korte video. Ga ervan uit dat je een hele lange voorbereidingstijd nodig hebt. Ik hoop vooral te leren hoe het eigenlijk te werk gaat. Want ik ben van plan om kleding en schoenen vanuit Afrikaanse landen te importeren. De juiste betrouwbare partijen in die landen, de juiste deals maken. Ik heb al op internet gezocht hoe en wat. Ken je markt, weet wat er aangeboden wordt, voor welke prijzen en welke marges. Door wat details te horen over de import, beter te weten waar eigenlijk de echte accenten liggen. Wat heel erg belangrijk is, omdat het een soort oerwoud is als ik een onderzoek doe om te zien waar ik nou moet beginnen. Ja, een paar opmerkingen slechts van een aantal ondernemers. Een beetje net zoals jullie die hier nu zitten te kijken. De voorbereidingen. Even terugkomen op die polvraag. Benieuwd naar de uitslag, want ik heb hem al binnen. Zo snel gaat het. Ja. Wat denk je zelf? Heb je een enig idee van wie er zit te kijken? Ik verwacht een groot aantal mensen die zeggen ja, ik importeer. Of nee, maar ik ga het op heel korte termijn doen. Ja, we verwachten een laag percentage nee, hè? Ja. Want anders dan zit je misschien wel naar een heel raar programma te kijken. Ja. Nou, laten we eens kijken. We hebben ruim 25% die zegt ja. We hebben de helft die zegt nee, maar ik wil het gaan doen. Blijft er een kwart over die zegt nee, maar wie weet wat ze over een uur zeggen. Ja. Als we kijken naar de voorbereidingsfase. En er zijn al een paar vragen binnen, die ga ik zo meteen behandelen. Maar ik heb er eerst eentje voor mezelf. Ik denk dan inderdaad stap 1, en noem het even marktonderzoek. Waar begin je? Kijk even naar, hoe ben jij begonnen? Nou ja, laat ik een voorbeeld nemen. Je wilt een glas als dit gaan importeren. Dan zou ik eerst zeggen, nou, ga eens goed om je heen kijken van waar kan je het vandaan halen. Kan je het al in Europa bijvoorbeeld kopen? Dat is ook importeren. Dat is al een stuk makkelijker dan als je weer buiten de Europese grens gaat importeren. Dus, waarom is dat makkelijker? Nou ja, omdat je in Europa natuurlijk geen invoerrechten hebt. Dus dat scheelt al een heleboel. Dus je hebt dan al veel minder met de douane te maken. En daarnaast weet je dan al dat het ook onder Europese rechten valt. Degene die dat dan fabriceert ook volgens Europese normen en rechten. En dat neemt al een hele hoop zorgen weg. Want zodra je buiten Europa gaat, daar gelden hele andere regels en normen. Dus dat wordt al een stuk lastiger. En dan zit er invoerrechten op. Ja. En voor sommige producten is dat best een heel hoog tarief. En dan schiet je kostenplaatje omhoog. Maar ook het hele logistieke verhaal. Ja, kun je dat aansluiten? Is het logistieke verhaal ook een stuk eenvoudiger als je binnen Europa blijft? Ja, nee, zeker
Ja, het is vandaag een positieve avond, dus we gaan mensen vooral stimuleren om het te doen. Maar op zich, de hoeveelheid extra werk die je op de hals haalt door internationaal te gaan importeren, die is natuurlijk aanzienlijk. Ja. En even kijken vanuit de douane, wat zijn er met name wel redenen om vanuit marktonderzoek te gaan zeggen, nou, ik ga toch naar die verre landen? Nou, ik denk dat het zo en zo afhangt van de prijs waarvoor het geproduceerd wordt. Dat is uiteindelijk toch een belangrijk ding. Dat kan inderdaad een belangrijk ding zijn. Maar daarnaast kun je bepaalde landen, zijn er bepaalde voordelen waardoor je inderdaad, als de EU een overeenkomst heeft met een bepaald land, dan kan het zijn dat je geen invoerrecht of een verlaagd invoerrecht betaalt. Dat heeft dan weer met de oorsprong, waar wordt het gefabriceerd, van welke grondstoffen wordt het gefabriceerd. Dus er zijn wat dat betreft ook nog wel weer wat mogelijkheden waardoor je wat minder of helemaal geen invoerrecht hoeft te betalen. En het hangt ook weer van de goederensoort af. Want er zijn ook goederen waar inderdaad zo standaard 0% douanerecht op zit. Want invoerrecht, leg eens uit, hoeweel is dat? Nou, dat is een hele lastige vraag. Ik ga vanavond vaker eenvoudige vragen stellen voor waarschijnlijk hele complexe antwoorden. Heel goed. Nee, tussen de 0 en de 14% moet je het een beetje zien. En het is een beetje zo dat grondstoffen altijd laag belast zijn in de Europese Unie. Eindproducten altijd wat hoger belast zijn. Dat is ook een beetje bedoeld om de productie naar de Europese Unie te halen. Die snap ik. Producten die bedreigend zijn. We hebben nog een eigen industrie hier in Europa die beschermd moet worden. Dat is een van de redenen waarom op dat soort producten vaak een hoger invoerrecht zit. Laten we heel duidelijk zijn. Vragen van jullie prefereren. Ik kan 2 uur vullen met vragen. Maar als die van jullie binnenkomen, dan gaan die prefereren. Ik heb hier eentje. Een vraag, eis voor jou, Joost. Iemand vraagt om goederen tijdelijk op... Ja, het zijn wel doe-vragen, hoor. Dat is zo leuk. Ondernemers die willen gewoon aan de slag. Ja. Maar dan zorg ik wel dat ik zeg maar een stapje terugneem om de voorbereidingsvragen. Vragen, Joost. Iemand vraagt om goederen tijdelijk op te slaan in Nederland om daarna weer opnieuw te exporteren buiten de EU. Hoe werkt dat? Partijen als Nelevat werken daarvoor meestal met wat heet een entrepôt. En heel simpel gezegd betekent dat mijn warehouse door de douane gezien wordt als een stukje buitenland. Dus stel, we halen iets op uit China en dat gaat naar Amerika. En wij hebben een warehouse in de Rotterdamse haven. Daar kunnen wij het zo lang opslaan als de klant het zou willen. Ja. Daarna brengen wij het naar Amerika, maar het is voor de douane nooit Nederland ingekomen. Het is nooit Europa ingekomen. Dus er worden geen invoerrechten... Maar het staat wel op Nederlands grondgebied, toch? Het staat op grondgebied, het staat in mijn loods, het staat in mijn administratie. De douane weet het ook, maar we zeggen het is niet Europa. En wij moeten ook straks willen laten zien dat het in dit geval naar de VS gegaan is. Oh, oké, dus die mogelijkheden die zijn er gewoon. Ja, het kan ook in je eigen warehouse of eigen magazijn. Ja. Dus Dan kun je die regeling ook treffen. Ja. Ja. Maar dan moet je wel wat vaker importeren. Dan moet je wel geregeld. De mogelijkheden zijn absoluut. Het is niet relevant om het voor één keertje even te doen. Nee, dus je moet het goed bedenken van wat ga ik met die goederen doen. Weet je al zeker dat ze de EU weer gaan verlaten? Ja, dan kun je heel goed van dat soort regelingen gebruik maken. Ja, anders wordt het misschien wat lastiger als je dat nog niet zeker weet. Want de opslag moet je natuurlijk ook betalen. Hè? Ja. Jullie willen graag verdienen, maar... Dan, hè? Niet zoveel, toch? Nee, opslagprijzen zijn behoorlijk beperkt. Zo is het. Ik heb een vraag van Wilfred van Reden. Welke BTW-regels gelden erbij het importeren van goederen? Dat lijkt me een duidelijke vraag. Welke regels bij importeren van goederen? Dat is een hele algemene. Hè? Ja. Maar goed, er zijn vele regels namelijk bij importeren. Noem eens een paar belangrijke. Ja, het belangrijkste is veel vragen over BTW. Hè? Ook als ik in een onderzoek van tevoren, een beetje in de voorbereiding, en dan hoor je dat veel, het woordje BTW valt veel. Ik denk altijd heel simpel, waarom schaffen we het niet af? Maar goed, dat is een andere discussie. Ja, het is een verbruiksbelasting, dus uiteindelijk betalen we met z'n allen. Uiteindelijk betaalt de verbruiker. Ja, de BTW bij invoer, moet je bedenken, dan hebben we het dan over, komt het van binnen de Europese Unie of komt het van buiten de Europese Unie? Europese Unie. Dat is een belangrijk verschil. Laten we eens uitgaan van buiten de Europese Unie. Ja, dan sowieso heb je altijd te maken met het fenomeen dat je een douaneaangifte zal moeten doen. En daarna moet je aan de hand van die aangifte zul je een bedrag aan belasting moeten betalen. En dat zijn sowieso de douanerechten als die erop zitten. Is dat hetzelfde als de invoerrechten? Ja, invoerrechten. We noemen dat tegenwoordig de douanerechten. Ja? Invoerrechten. Laten we bij invoerrechten houden vanavond. Is makkelijker inderdaad. En daarna zit er eigenlijk altijd wel omzetbelasting. Een paar zaken waar wat vrijstelling voor geldt. Maar in principe moet je de BTW betalen. Alleen daar zijn wel weer mogelijkheden voor. Met name ook in Nederland. Sorry dat ik je onderbreek, maar hoezo omzetbelasting? Het is toch geen omzet? Nee, dus BTW en omzetbelasting, dat zijn twee begrippen die door elkaar worden gebruikt, maar is hetzelfde inderdaad. Er zijn alleen wat mogelijkheden om dat te verleggen naar je binnenlandse boekhouding. Dus op het moment dat je die de invoeraangifte doet, kun je de BTW verleggen naar je bedrijfsboekhouding. Dat heet de verleggingsregeling. En dan heb je een vergunning nodig van de Belastingdienst, niet van de douane. En dan hoef je de BTW bij invoer nog niet te betalen. En dat betekent dat je een stukje dat uitstelt en dat eigenlijk verlegt naar uiteindelijk op het moment dat je de goederen gaat verkopen. Ik neem aan dat jullie ook Is,
Is elke boekhouder in staat om zo'n proces als dit goed te begeleiden? Want het is ook een expertisegebied voor jouw boekhouder of voor degene die jouw boeken doet. Ja, nou ja, in ieder geval is het ook wel handig om een heel goed boekhoudsysteem aan te schaffen die daar onderscheid in kan maken. Dan kan je daar codes aan vastmaken. Dus aan ieder product kan je een code aan vastzetten van is het invoer buiten de EU of is het invoer binnen de EU? En dan is het ook nog weer belangrijk, blijft het in Nederland? Want dan moet je uiteindelijk dus de BTW ook echt betalen. Of ga je het weer exporteren naar andere landen in de EU of buiten de EU? Dus daar hebben je verschillende codes voor. En als je het BTW of je belasting of je boekhoudsysteem goed inricht, dan kan je dat eigenlijk op die manier heel makkelijk laten doorstromen. En dan zie je ook elke maand of elk kwartaal dat je de aangifte doet, precies hoeveel, welk bedrag is binnengekomen, welk bedrag er weer uitgaat. Maar ja, je moet daar wel naar een cursus voor gaan, denk ik. Sowieso als je dat gaat doen. De Venedex biedt bijvoorbeeld hele goede cursussen. Wat is de Venedex? Dat is de Federatie voor de Nederlandse Exportorganisaties en Importorganisaties tegenwoordig. En die geven hele, hele goede en leerzame cursussen hoe je dat moet gaan inrichten. En kan ik ook bij een douane terecht, als ik dit soort dingen goed wil voorbereiden? Je kunt zo en zo altijd bij de douanetelefoon terecht met dit soort vragen. Je kunt op de douanesite heel veel informatie vinden over hoe je aangifte moet doen, op welke manier, welke heffingen er eventueel van toepassing zijn. Dus ja, er is best wel informatie te krijgen. Misschien goed om te zeggen. En een aantal adviseurs natuurlijk. Een expediteur kun je terecht met. Ja, precies. Voor hele specifieke vragen over de logistiek. Ja. Even voor de duidelijkheid voor alle kijkers. Er gaat heel veel informatie gedeeld worden hier de komende uur. Dat merk ik nu al. Maak je geen zorgen. Sowieso is alles op ondernemersplein.nl terug te vinden. En dat niet alleen. Ik zal het op het einde nog een keer zeggen. Maar voor alle kijkers die blijven kijken uiteraard, krijgen jullie morgen een mailtje in de mailbox. Daar zit alles in. Ook om dit nog eens een keer terug te kijken. Dus maak je geen zorgen. Pen en papier rustig aan. Lekker kijken. En je vragen stellen. Maak je geen zorgen. En vragen komen er binnen, jongens. Dus we gaan er nog even een paar doen. Gabi. En Gabi was er vroeg bij. Want voordat wij begonnen was de vraag al binnen. Ze wil handwerk en ambachtelijke producten uit India importeren. En nu hoort ze dat er vaak speciale papieren zijn benodigd voor natuurproducten vanwege eventuele ziektes en dergelijke. Is dat zo? Dat zou kunnen. Maar het is een lastige vraag. Want daar heb je gewoon echt heel veel informatie nodig over wat er allemaal in het product zit. Je moet goed oppassen met het importeren van kunststof. Ze heeft het verder nog over. Ja, souvenirs heeft ze het nog over. Van metaal, zilver, hout, leer, wollen kleding, zeep, luchtjes. Ja. Ze heeft ambitieuze plannen. Dat is, zoals ik al zeg, dat is heel lastig te beantwoorden. Maar hoe kom ik erachter welke speciale papieren ik nodig heb? Waar je naartoe zou kunnen gaan met dit soort vragen is denk ik de NVWA, de warenautoriteit, die daar iets over kunnen zeggen. De voedsel- en warenautoriteit. Daarnaast is het lastig, want we hebben soms te maken met Nederlandse regels. Want dit zijn soms ook nog Nederlandse regels of zijn het Europese regels. Dat kan ook nog verschillen. Dus dat is heel lastig. En dat hangt helemaal vanaf wat er allemaal in die producten zit verwerkt. Ja, precies. Maar ik zou inderdaad daar goed van tevoren daar de vraag over. Speel jij al een rol in dit soort fases van importeren? Of kom jij pas later in beeld? Want ik kan me voorstellen dat jij hier ook veel van af weet. Of heb je van, nee, dit is niet mijn specifieke expertise. Nou, en dan bedoel ik niet zozeer jou concreet, als wel jou als logistiek dienstverlener, als partner. De twijfel ontstaat door het woord marktonderzoek. Meestal komen wij in de fase er net na. Maar speciaal dit soort dingen. Wat is nou het verschil tussen iets wat je uit China haalt en het blijft in Nederland? Of wat moet er voor additionele papieren bij als het naar Frankrijk gaat of naar de VS? Dat is iets waar wij natuurlijk veel in doen. Ja, precies. Om de ondernemer daarin te ondersteunen. Ja. Want inderdaad, op heel veel gebieden kunnen die verschillen toch net zo significant zijn. Als je er niet uitkijkt, je een redelijke bloedneus aan kan overhouden. Ja, precies. Want er komen veel vragen binnen in het verlengde ervan als het gaat om het importeren van eten. We hebben voedsel en waren, maar specifiek vlees, citrusvruchten. Sowieso komen er heel veel vragen binnen, jongens. Dankjewel. We gaan echt ons best doen om er zoveel mogelijk te beantwoorden. Zijn daar specifieke vergunningen voor nodig? Hoe zit dat met eten? Ja, ook daar is weer de Voedsel- en Warenautoriteit een heel belangrijke speler. Het begint met dat je uiteindelijk aan de buitengrens van de Europese Unie dat soort goederen binnenbrengt. De douaneaangifte doet. En op dat moment aan de goederencode ziet het systeem dat het inderdaad om een artikel gaat wat uit een bepaald hoofdstuk valt, waar dit soort controles op plaats moeten vinden. En dat heeft vooral te maken met dat we op voedsel heel erg streng zijn, dat we geen ziektes de Europese Unie binnen willen. Dus die controle is vrij streng aan de buitenkant. De douane speelt er vooral een rol in, zitten de juiste gezondheidspapieren erbij, hè, als je met name over dat soort producten hebt. Maar de Voedsel- en Warenautoriteit heeft daar een belangrijke taak in de keuring van dat soort. Zijn er ook echt dingen waarvan je denkt, joh, daar moet je echt niet aan beginnen, want dat is zo
lastig of zo risicovol? Nou, met name dit soort dingen, vee en vlees, is wel heel erg... Dan moet je echt heel goed weten wat de kwaliteit is. Je moet al gezondheidsverklaringen hebben van het land waar het vertrekt, keuringspapieren. Dus dat is echt wel, en zeker in de schandalen die er geweest zijn de laatste tijd, pas daarmee op, zou ik zeggen. Inderdaad. Een vraag van Milene, die zegt, waar vind ik in China betrouwbare leveranciers? Jullie zijn geen specifieke China-experts, maar ik vind het wel een hele concrete vraag. Toevallig iemand die hier een antwoord op kan geven. Heb jij ervaring met China? Ja, wij kopen zelf ook goederen in China. Okay. Ook wel voor onze fabriek in Vietnam. Maar wat ik nog heel even wilde zeggen over dat vorige punt. Iedereen moet zich wel realiseren dat er voor elk product wat je importeert is een code bedacht door de Europese Unie, maar wereldwijd eigenlijk wel. Dat is de HS-code. Dus HS-code? Ja, de geharmoniseerde code. Ja. Dus je kan ook al op internet gaan opzoeken welke code hoort bij mijn product. En aan de hand van die code, maar ook aan de hand van productnaam, kan je ook weer bij de Europese Unie, bij de Brussel website, dus de EU website, ook al vinden wat voor regels zijn er nou voor die producten in de EU. En ja, zo op internet kan je tegenwoordig natuurlijk ontzettend veel vinden. Dat had ik vroeger helemaal niet. Nee. En dat, ja, dus je moet dat huiswerk van tevoren heel erg goed doen. Ja, ja. En wat dat betreft is internet een goede bron? Een hele goede bron, ja. En dan kan je dat zelf ook allemaal eerst allemaal gaan verzamelen en dan kan je het weer bij iemand anders bij. Ofwel de Kamer van Koophandel, ofwel de Belastingdienst, kan je dan checken of wat je hebt gevonden, of dat allemaal klopt. Ja. En dan voor het zoeken van een goede leverancier. Nou, dat kan je tot een heel groot deel op internet ook vinden. Maar uiteindelijk is mijn algemene tip altijd, ga er gewoon naartoe. Toch? Want wat weet je nou van iemand als je het via internet doet? En als je er bent, weet je of iemand natuurlijk één betrouwbaar is. Ja. Je moet navragen, heeft die persoon of heeft die fabriek certificaten? Heeft die wel eens een audit, dus een keuring gehad van een instantie die dan ook weer goed bekend staat? Hoe zit het met kinderarbeid? Is die fabriek wel maatschappelijk verantwoord bezig of juist niet? Dat ondervind je alleen maar als je het ziet met de eigen ogen. En in 9 van de 10 gevallen kom je dan helemaal geen fabriek tegen. Want dan ben je met een importeur of weer een tussenhandel aan de slag geweest. En dan hangt er geen eens een fabriek aan vast. Die zit er dan weer tussen of zo. Ja. Dat is in China heel vaak het geval. Ja. Want het is wel een groot land met veel mogelijkheden, toch? Zeker. Heb jij veel ervaring met China? Ja, we halen heel veel spullen op uit China. We zijn groot op China. Ik ben het eigenlijk helemaal met Monique eens. Het allerbeste is gewoon zelf kijken, zelf langsgaan. Het is de voorbereidingsfase voor iets wat jouw business moet worden. Ja. Vind ik dat de allerbeste tip. Ja. Verder zijn de partijen, wij doen dat zelf niet, maar er zijn ook allerlei Nederlandse partijen die daar voor jou de kwaliteitscontrole willen doen. Die zijn ook altijd een soort van tussenvorm. Ja. Die zijn ook vast op internet te vinden, maar ik zou hem willen aansluiten bij Monique. Heen gaan kijken. Ja. Wij gaan zo doorpraten, maar het is ook tijd voor een tweede poll. We maken het weer interactief. We gaan het zo meteen verder hebben over het hele proces en wat er allemaal bij komt kijken. Waar wil je meer over weten als het specifiek over dat proces van importeren gaat? Is dat A, geldzaken of kosten besparen? Is het B, douanezaken? Is het C, het transport? Of D, verzekeringen en ander papierwerk? We gaan het over alle aspecten nog hebben zo meteen aan de hand van de vraag, maar we zijn heel benieuwd wat jullie nou het meeste bezighoudt. Welk onderwerp? Laat ons dat weten. Nou, als het gaat om dat voorbereiden, we gaan zo meteen verder praten over dat proces, maar we hebben een paar kernzaken even in beeld gebracht als het gaat om een goede voorbereiding. En die verschijnt nu in beeld. En dat zijn eigenlijk 3 dingen. Zorg voor een goede voorbereiding. En we gaan het er zo meteen nog verder over hebben. Zorg voor gedegen marktonderzoek en voor een importplan. 3 belangrijke zaken naast zoveel andere zaken die goed geregeld moeten zijn. Want dat importplan, daar hebben we het nog niet eens over gehad, hè. Is dat onmisbaar om dat goed te maken? Nou ja, kijk, onder importplan wordt natuurlijk verstaan dat je gewoon de zaken van A tot Z goed probeert te onderzoeken. Ja. En iedereen kan voor zichzelf invullen wat er in dat plan moet staan. Maar ik zou zelf inderdaad gewoon van A tot Z onderzoeken wat er allemaal bij komt kijken om dat product naar Europa te halen. Bezint eer gij begint? Bezint eer gij begint, ja. En misschien moeilijk, kom je er dan wel achter dat het heel makkelijk in Duitsland te verkrijgen is. Nou, waarom zou je dan al die moeite doen om het van ver weg te halen? En waarom zijn wij bijvoorbeeld in het buitenland zo ver weg begonnen. Wij gebruiken rubber. Ja, dat groeit nou eenmaal rond de Evenaar. Dus dat kan je hier niet kopen. Dus en dan moet is je het per wel definitie ook een kostenaspect voor jou geweest? Omdat je het überhaupt kon je nergens anders kopen. Nee, je kan rubber nergens anders kopen dan daar. Dus dan moet je het wel. En jij bent ook daar naartoe gegaan, daar je partners uitgezocht. Ja. Kom je er nu nog veel?
Nou, ik kom er net van terug. Ah, ja? Eigenlijk gisteren geland. Ja. Okay. Dus ja, je moet ook heen. En je kan ook bij verschillende organisaties aansluiten. Ook om te kijken of het goede leverancier zijn. Ja. Om dan samen met die organisaties te auditen. Of die te onderzoeken of zo'n leverancier goed is. Maar het gaat vaker mis dan goed. Laat ik dat vooropstellen. Ja, ja, ja. Ja. Wij gaan zo meteen door met al jullie vragen. Die hier op een rijtje klaarstaan voor mij. Dus blijf kijken. We gaan het hebben over het proces van importeren. En jullie vragen daaromtrent. En ook hier hebben we weer een aantal ondernemers gevraagd wat zij allemaal belangrijk achten tijdens dat proces van importeren. Een korte video. Bijvoorbeeld BTW. Dat is iets. Ja, de invoerrechten, wat je allemaal op orde moet hebben, welke handtekeningen. Dat je ruim van tevoren moet aangeven bij de douane wat er via een container of een vliegtuig of wat dan ook door jou geïmporteerd wordt. Ja, dat we niks missen, om zo te zeggen. Dat je geen zaken over het hoofd ziet die je wel gewoon geregeld moet hebben op papier. Ik heb dan producten besteld, die krijg ik binnen. En dan twee daarvan waren dan stuk, maar dan heb ik dan wel daar kosten dan voor betaald. Het netwerk is tegenwoordig natuurlijk met vooral het internet een stuk makkelijker geworden. Maar regelgeving is toch, ja, er zitten een hele hoop extra regels komen erbij kijken. En ik wil niet achteraf mezelf in mijn vingers snijden. Ja, en we zijn weer terug met een aantal mooie quotes van ondernemers. Als het gaat om de polluitslag en de onderwerpen die ik net noemde. Dat is behoorlijk verdeeld, dus dat is mooi. En dan kunnen we alles behandelen namelijk. Geldzaken, kosten besparen 25,8%. Douanezaken toch 36%. De winnaar in deze poll, jawel. Transport 14%. Ja, maar ja, of het kan gewoon al helder zijn geworden in dit eerste gedeelte van het webinar. En verzekering en ander papierwerk 23,7%. We gaan snel door met de vragen, jongens, want er komen er heel veel binnen. Even kijken, Rafael. Hoe zit het met het importeren van bederfelijke levensmiddelen vanuit bijvoorbeeld Spanje? En we hebben het al een beetje over gehad, maar toch zijn er nog specifiekere eisen bij bijvoorbeeld wijn of olijfolie uit Spanje. Wat kunnen we daarover zeggen? Nou, sowieso is Spanje een onderdeel van de Europese Unie. Ja. Dus qua douane speelt daar niet zo heel veel. Ik denk dat het vooral btw-transactie is. Hè. Dus je moet inderdaad, zul je hem hier in je btw-aangifte moeten verwerken. Het is een verwerving. Daar moet je goed naar kijken van waar je het koopt en hoe je het koopt. Je transport moet je natuurlijk regelen. Ja. Heel erg belangrijk is denk ik ook hier weer dat je met de NVWA te maken kan krijgen, want die doen inderdaad controles gewoon bij de bedrijven zelf. Hè? Want we hebben het niet over import eigenlijk. Hè? Het komt vanuit de Europese Unie. Heet het maar niet officieel import ook? Voor de douane niet. Maar het is uiteraard importeer je goederen. Ja. Maar voor jou is het absoluut geen import. Voor de douane is dat geen import. Ah, okay. Want er werd ook wijn genoemd volgens mij. Ja. Ja, dan heb je te maken met de accijns. We hebben natuurlijk nog een accijnsgrens, omdat de tarieven in Europa verschillen. Dus die wijn zal je keurig moeten aangeven op het moment dat je in Nederland binnengaat. Of je doet dat weer via een logistieke dienstverlener. Maar in principe hoor je daar een aangifte voor te doen. Als je hem als ondernemer meeneemt, de wijn of importeert, dan moet je daar accijns voor betalen. Okay. En dat moet je goed rekening mee houden. Want de accijnstarieven zijn hier een stuk hoger dan in de zuidelijke landen, zeg maar. Okay. Dus dat is praktisch. Ik ben Rafael en ik kom bij jou. Ik zeg, dit is het verhaal. Spanje, ik wil dat jij dat regelt. En kun je in het kort, zeg maar, in 1, 2, 3 stappen uitleggen hoe jouw dienstverlener er dan uitziet? Wat gaat er dan gebeuren? Ik kom bij jou op bezoek. Dit is mijn plan. Loopt allemaal, is allemaal geregeld. Alleen ik wil dat jij dat hele vervoer doet. Ja, nou, eigenlijk is het makkelijk, komen we daarbij terug. We zullen aan het begin ook samen met deze klant zorgen dat de dingen, bijvoorbeeld accijns, dat die goed in orde zijn. Administratief aan zowel zijn als onze kant. Want vaak gaat de lijn naar douane of NVWA dan via ons. Ja. En als dat goed gedaan is, dan is het daarna vrij simpel. Dan vragen wij, waar moeten wij die vrachtwagen heen sturen? In Spanje was het... Spanje wordt vrachtwagen. Ga je niet vliegen? Nee, hoogstwaarschijnlijk niet. Als het heel snel hier moet zijn, dan wel. Maar dat is nou het kostenaspect. Ja, ja, okay. Vliegen is natuurlijk wel een heel veel duurdere oplossing. Ja, ja. Dus meestal binnen Europa zal het met een vrachtwagen gaan. Okay. En hoeveel tijd kost het dan voordat mijn kistjes met wijn bij mij in de winkel staan? Zuid-Spanje, laten we nou zeggen, 3-4 dagen. Dat is echt letterlijk zo'n beetje waar die vrachtwagen... Het is gewoon rijden van die vrachtwagen en het is geregeld. Eens. Vraag van Serge. Waar is te vinden welke keurmerken een product binnen Europa moet hebben? En waar zijn die keurmerken te verkrijgen of te realiseren? Je zit meteen ja te knikken.
Ja. Dat kan bij jou natuurlijk ook wel, kan ik me zo voorstellen, met die spanbanden van je. Ja, 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 dat klopt. Nou, dat is dus, vind ik zelf, wel een enorm probleem met die keurmerken. Want keurmerken is een beetje een containerbegrip geworden. Oh, ja. Je hebt met name te maken met Europese normen. Dus dat zijn normen en wetten die door Europa bedacht zijn. En dan heb je ook nog te maken met landennormen. En landen kunnen ook weer de Europese normen overschrijven. En die zijn altijd weer hoger, staan hoger dan de Europese normen. Waar kan je ze vinden? Nou, de meeste kan je toch wel vinden op de Europese website. Dus de website van de EU. En daar staan alle regelgevingen en normen wel in. En bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zijn alle de regels van Nederland weer beschreven. Ik krijg in één keer een soort gevoel dat ik denk, ik ben een ondernemer en ik zit hier te kijken. En ik hoor dit allemaal aan. Ik hoor die website, die organisatie. Zijn er partijen die dit voor mij regelen? Dat ik denk, nee. ik wil mijn handel doen. En ik heb mijn wijn en mijn olijfolie. En alsjeblieft, regel dit. Nee, er zijn niet echt partijen. Waarom zijn die er niet? Nou ja, omdat uiteindelijk, en daar begon volgens mij een van de filmpjes mee, als importeur, als in het verkeerbrenger van het goed, ben je altijd eindverantwoordelijk. Dus je bent zelf verantwoordelijk. Dus je kan het aan iedereen afgeven wat je maar wilt. Maar uiteindelijk, als zij een fout maken, kan jij de rekening betalen. Ja, ja, ja. Dus je moet gewoon zorgen dat je zelf die kennis in huis hebt. En dat je ook zelf weet dat je de juiste kennis in huis hebt gehaald. Dus die keurmerken is een lastig verhaal. Ze zijn er wel, maar het is wel een beetje zoeken naar de speld in de hooiberg. Ja. Het lukt wel hoor, uiteindelijk. Ja. Ja. Maar het kost even moeite. Ansari die vraagt een hele concrete, wat is een EORI of EORI-nummer? EORI-nummer. Dat is een Europees identificatieinummer. En dat, ja. Dat pak je gewoon alle drie. Ja. Oh, EORI-nummer. Ja. Okay, nou ja, eigenlijk is dat je fiscale nummer met de NL ervoor in Nederland. En dat betekent dat in je douaneaangifte vermeld je dat EORI-nummer. En dan weet het systeem van de douane wie de importeur is. Dus daar zijn al jouw... Die krijg je automatisch? Op het moment dat je hem de eerste keer importeert, krijg je hem automatisch. Maar je kunt hem in Apeldoorn. Op de website van je douane vind je daar een formulier voor. Kun je EORI-nummer al van tevoren aanvragen. En die kun je de eerste keer dat jij gaat importeren, kun je die gelijk gebruiken. Okay. Zijn er, vraagt Vincent, zijn er transporttips voor een kleine hoeveelheid importeren? Bijvoorbeeld een try-out van producten. Bijvoorbeeld een gedeelte van een zeecontainer huren met andere ondernemers of samen een container huren? Dat lijkt me nou eens, dat vind ik nou een leuke vraag. Van ja, ik ben niet zo'n grote jongen, dan kom ik bij jou uit. Ja, nou, ik moet eigenlijk zeggen dat ik het vooral, dat zinnetje er tussendoor met een aantal mensen en containerhuur vond ik wel leuk. In principe is dat een deel van onze business. Hè. Wij doen ook heel veel kleine zennetjes. Ja. Die stoppen wij flauw gezegd samen in een container. Ik denk dat het heel verstandig is als je daar eerst geweest bent te kijken om ook te beginnen met een trialzending. Om heel even te kijken of de hele stroom loopt, zowel administratief als qua kwaliteit. Dat is sowieso slim om dat te doen, om een soort testje te doen. Ja, dat vind ik eigenlijk wel. Waarom zou je gelijk een hele grote container laten komen voor het eerst in Vietnam geweest bent en je hebt een beetje dat gevoel. Kijk heel even naar of je dat kan testen. Ja. Kun je de leverancier ook meteen testen? Je kan eigenlijk het hele proces kun je een keer testen. Ja. Kwaliteit. En dan bied jij de mogelijkheden om... Ja. Want in mij maakt het niet uit of het een halve container of een kwart container. Het is gewoon niet zoveel, maar jij regelt dat gewoon. En jij gaat zo efficiënt mogelijk dan een vrachtwagen of een boot of whatever vullen. Ja. En ook hier zal de ondernemer zich goed moeten voorbereiden. Je ziet zeker in het Verre Oosten veel partijen die dat aanbieden. Die zeggen van, joh, weet je wat, als je het bij mij koopt, dan breng ik het ook voor jou naar de Rotterdamse haven. En dat is ook typisch iets waar een ondernemer echt goed op moet letten. Dat zijn jouw concurrenten eigenlijk? Die het vanuit de andere kant aanbieden, wat jij vanuit hier aanbiedt. Ja, zo zou je wel kunnen zien. Het is vaak, zeker in het Verre Oosten, is het dat de producent het zelf doet, wat niet echt direct een concurrent voor mij is. Nee. En die boekt het dan bij de rederij. Natuurlijk mis ik daar wel wat, dus dan is het mijn concurrentie. Ja. Maar ik durf ook wel te zeggen dat het voor de ondernemer heel onverstandig is om dat te doen. De hoeveelheid wonderbaarlijke posten die je dan op een factuur kan zien op het moment dat jij je pallet in de Rotterdamse haven wil ophalen, die is wonderbaarlijk. Ter voorbereiding op dit gesprek heb ik aan onze afdeling C-vracht gevraagd van kijk eens naar die verschillen. En die kunnen echt honderden euro's schelen. Ja. Wat je pas betaalt als je hier in Nederland komt. Dingen als environmental fee staat er dan opeens op of document charges. Dus de tip is wel, zorg dat je wie het hier ook heen brengt, dat je ook daar goed je onderzoek gedaan hebt. En dat je ook hier heel goed weet wat je kosten zijn. Want het aantal ondernemers wat denkt dat een testpelletje hier heel goed gekomen is, die dan in de haven erachter komt dat er een batterij aan onverwachte kosten komen, dat hoe weet je dat een offerte klopt?
En dat nou ja, kijk, wij hebben altijd als regel in het bedrijf, wij vragen 3 offertes op. Aha. Dus ja, dan heb je er altijd 2 die meer bij elkaar zitten dan de ander. Okay. Dus ten eerste is... Maar dan moet je ook 3 leveranciers zien te vinden eerst. Dus. Ja. Ja, sowieso altijd 3. En dat kost ook weer even moeite, maar dat spaart uiteindelijk ook weer heel veel geld uit. Maar ook 3 rederijen, want er zit inderdaad heel veel verschil tussen de rederijen die, die rekenen. En het zijn niet alleen de containerkosten zelf, dus de vrachtkosten zelf van uit China bijvoorbeeld naar Rotterdam. Ja. Maar ook nog van het inkladen van de goederen. Er komt inderdaad nog een 5 à 6 posten aan kosten bij. En bij de een is het 5 à 6 en bij de ander is het 8 à 9 kosten die erbij komen. Ja. Dus dat moet je wel goed uitzoeken. Maar zo'n pallet is altijd wel duurder om in te importeren dan een hele container. Ja, dus als je het dan uit gaat rekenen per goed, per product, dan is het wel een stuk duurder. Wat effect heeft. Maar voor zo'n test zou ik dat altijd er wel voor over hebben. Vanaf welk punt begint de verantwoordelijkheid van de importeur, wordt gevraagd door N. Ja, daar hebben we het eigenlijk al over van begin tot eind. Ja, sowieso wel. Maar van de kosten van het hele traject hangt het er vanaf van de incoterms. En de incoterms, dat zijn weer de afspraken die je maakt. Er zijn 10 incoterms bedacht, ook wereldwijd. Wat zijn incoterms? Ja, dat noemen ze bijvoorbeeld FOB, Free On Board. Dus dat betekent dat de fabrikant de goederen brengt naar de haven die dichtstbijzijnd is. En vanuit die haven haal jij je dan weer op. Of uiteindelijk DAP, dat is de meest luxe variant. DDP zelfs. DDP. Dat betekent Delivery Duty Paid. Dus dan komt het bij jou aan, voor jouw deur. En dan zijn ook alle invoerrechten betaald. En dan alles wat daartussen zit. Dus Is dan niet de verantwoordelijkheid voor jou? Pas als jij de spullen hebt ontvangen? Ja, dat hangt dus helemaal van de af. En daarvoor ook zeg ik ook altijd, ga op cursus. Dat je weet wat voor incoterms er zijn. Want dat scheelt ontzettend in de prijs. Wat voor incoterm aan jouw product vast zit. Mag ik incoterm dan vertalen als waar eindigt de verantwoordelijkheid van degene waarmee je zaken Je moet het zo zien dat de incoterm is een leveringsconditie. De koper en de verkoper spreken samen iets af. Waar lever jij die goederen? En waar is het moment dat die eigendomsoverdracht er is? Of waar neem ik de vracht over? En gebeurt daar iets mee? Of valt een pallet uit een heftruck? Ja, dan heb je dat niet goed afgesproken. Kunnen daar een heleboel discussie over ontstaan. Dus wat jij ook zegt, Monique, het is heel belangrijk om dat vooraf goed te regelen. En goed over na te denken. Ja. Want die incoterms kunnen een hoop risico's. En kennen alle mensen, bedrijven waar je zaken mee doet, ook in verre orden, kennen die allemaal die terms? Als je aan de tafel zit en je gaat afspraken maken over incoterms, of kom je ook in landen waarvan ze je dan aankijken van... Zo gezien, de hele wereld gebruikt die termen, ze zijn er ook overal wel. Ik denk wel dat heel veel mensen daar inderdaad heel veel beter naar zouden moeten kijken. Ja. Want het is dus echt cruciaal. Het is een beetje wat jij zegt, het is de eigendomsoverdracht. Het is wie op welk moment waar de risico's neemt. Ja, en wie welke kosten voor zijn rekening neemt. Dat zijn 2 belangrijke variabelen. Enorm belangrijk, zeg maar. Oké. Nog even ter aanvulling is die incoterm ook heel erg belangrijk voor uiteindelijk de douanewaarde. Ja. De waarde bij invoer, want dat hangt helemaal vanaf van welke kosten zitten nou wel in die factuurbedrag. Anders komt er inderdaad nog een stukje kosten bij die je erbij moet tellen. Ja. En daar ga je dan weer het douanerecht over betalen. Ja, je betaalt dus niet alleen invoerrechten over het goed zelf, maar ook over de vervoerskosten die daarin zitten. Oké. We hebben nog 1 vraagje in het verlengde hiervan. Ja, ik blijf luisteren naar jullie, want ik ben heel onbeleefd ook naar al die vragen aan het kijken. Ik doe er nog eentje, alvorens wij naar het laatste onderdeel van dit gesprek gaan. Dus we gaan er nog een hele partij behandelen. Dit is een vraag van Michael en die stelt zich uitgebreid voor. Goedenavond, Michael Keintje. Hij is van MC Consulting in Amsterdam. Dat is heel slim dat hij dit doet, want zijn moment of fame heeft hij in dit webinar nu gehad. Zijn klant wil kipproducten gaan importeren vanuit Thailand. Waarom lachen jullie nou? Dat is toch lekkere kip in Thailand? De verkoper wenst een bedrag als... Het gaat me niet eens zozeer om het product, maar de verkoper wenst een bedrag als voorschot. Echter wil de kredietverzekeraar de transactie niet verzekeren, omdat de verkoper minder heeft gedraaid in 2014 volgens hun gedeponeerde jaarcijfers. Zijn er andere mogelijkheden? Wat is uw advies, heren en dames? Er zitten verschillende variabelen. Ik denk dat we bijna terug moeten komen bij Monique. Je ziet dat hier bij de administratieve standstill, de kredietverzekeraar wil dat niet doen. Volgens mij kan je maar op 1 manier potentieel dit doorbreken, is de heen gaan. En kijken of je die, wat was het, Thai kan verleiden om dat voorschot niet te vragen. Of je voldoende vertrouwen kan vinden. Ik vind een bedrag als voorschot, dan gaan bij mij altijd de haren in. Gebeurt echt wel hoor. Dat is wel heel redelijk normaal. Oké, dat is redelijk normaal. Ja, maar wat zou jij doen met deze case? Nou, als het de eerste keer zou ik sowieso nooit een bedrag betalen met een leverancier die je niet kent. Want de kans is heel groot dat je dat geld gewoon nooit meer terugziet en ook je levering niet. Maar dan heeft de bank weer een hele goede methode. Dat is een LC openen. Een letter of
of credit. En dat kan je gewoon openen. En dat betekent dat de bank pas het geld betaalt aan de leverancier als de goederen binnen zijn gekomen. Ja, ik heb trouwens, ik heb een enorm goed idee, heb ik net. Ik zou wel heel willen nadenken dat we gezamenlijk een app gaan ontwikkelen met al die afkortingen erin. Ja. Dat je gewoon een appje hebt met importtermen. Ja. Dat lijkt me, want het is een gebied met terminologieën. Het is een enorme terminologie. Ja, het is echt niet normaal. Nou, we gaan een laatste poll doen met de kijkers. Ja. Alvorens maar wij naar het laatste. Letter of credit. Ja, letter. Ja. Plezier, letter of credits. Letter of credit. Dat is een betrouwbaarheidsding. Heel betrouwbaar. Van... Ja, okay. kost misschien €150 bij de bank. Maar dan ben je wel zeker van dat de transactie goed gaat. Want als er één ding niet goed gaat, betaalt de bank het geld niet. Ja, en dat jouw kip uit Thailand fatsoenlijk aankomt. Maar nog wel even langs de voedsel en waren auto. Ja, die hadden we al. Vandaar jullie lach. Ja. Ja, levende kip, weet ik ook niet of het zo is. De derde poll gaan we doen, beste kijkers. U bent net zo enthousiast geworden als dat wij hier aan tafel zijn. En gaat morgen direct aan de slag. Wat ga je als eerste doen? 1. Je gaat kijken op de websites van ondernemersplein.nl of van Kamer van Koophandel of van de Belastingdienst en de Douane voor meer informatie. B. Je gaat toch eens duiken in dat marktonderzoek. C. Je gaat om te beginnen maar eens een financieel plan maken naar al deze financiële perikelen. Of D. Ja, weet je wat het is? Ik weet genoeg. Ik ga morgen mijn bestelling plaatsen en ik ga meteen aan de bak. Laat het ons weten. Ik ben erg benieuwd hoe de stemming is bij jullie daar in de huiskamer of kantoor of op de bank of waar je ook zit te kijken op dit moment. Er komt dus heel veel kijken bij het proces van importeren. Twee zaken die in ieder geval buiten kijf staan naar aanleiding van dit gesprek kunnen we wel stellen, denk ik. En die verschijnen nu ook in beeld even in een korte animatie om jullie hem even te laten zien. Beheerst die kosten. Ik denk dat dat wel een hele belangrijke is. En denk aan alles omtrent invoerrechten, BTW en alle eventuele heffingen die gelden. En nogmaals, het zijn er maar twee, want we gaan snel door naar het laatste blok. En ik zie zo meteen de uitslag van de poll wel binnenkomen, want er zijn nog veel vragen. Frank vraagt, over welke organisaties heeft Monique het als ze het heeft over info opvragen over betrouwbaarheid leverancier? Nou, nog even dat verhaal nog misschien iets uitgebreider afronden. Ja, nou ja, de betrouwbaarheid van de leverancier kan je natuurlijk op verschillende manieren interpreteren. Want ja, is het product betrouwbaar wat hij produceert? En als het product gekeurd moet worden, heb je daar bijvoorbeeld een TÜV voor. Dat is een instantie in Duitsland en die keurt echt ontzettend veel producten. Dus je kan aan je leverancier vragen, goh, zijn jouw producten al gekeurd? Heb je daar testcertificaten van? En bij welke instanties? En kan je die testcertificaten dan ook overleggen? Dat scheelt al een heleboel. En dan kan je ook die testcertificaten weer verifiëren bij die TÜV in Duitsland bijvoorbeeld. Want er wordt heel veel gesjoemeld met testcertificaten. Hmm. Dus dat is 1. En 2, is het een betrouwbare leverancier in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen? Want wij willen natuurlijk allemaal niet in Europa dat jij producten importeert vanuit een fabriek waar kinderarbeid is. Of waar forced labor is. Dus dat mensen geforceerd worden om te werken. En dat er geen goede afspraken zijn voor de werknemers met betrekking tot het loon. Nou, daar is dan ook weer bijvoorbeeld een organisatie voor en dat heet BSCI. En dat is dan ook een Europese organisatie van retailers, onder andere Europese retailers. En die hebben met elkaar een code of conduct, dus een gedragscode ontwikkeld, waaraan een fabriek in het buitenland dan moet voldoen. BSCI op zich. BSCI, ja. Okay. Ja. BSCI. Business Social Compliance Initiative heet dat. En daar kan je bij aansluiten. En dan kan je ervoor zorgen dat de fabriek waar je mee zaken gaat doen ook gecontroleerd wordt, geaudit. En die gaan dan kijken of die fabriek zich wel houdt aan bepaalde normen. Maar ook gewoon de normen die de World Trade Organization heeft opgesteld. Ja. En de International Labour Organization. Dus ja, dat is, dan voelt het alweer een stuk veiliger om daar je producten te kopen. Dus dat zijn twee instanties. Er zijn natuurlijk veel meer, maar die in ieder geval nuttig zijn. Ja. Etienne die heeft een vraag over de BTW. Als ik BTW betaal bij de import, kan ik die dan aftrekken? Oh, wacht, nou verdwijnt de vraag. Waar is Etienne nu gebleven? Even hoor. Hier is hij weer. Als ik BTW betaal bij de import, kan ik die dan aftrekken van het totaalbedrag waarvoor ik mijn waar verkoop? Ja, je brengt die in jouw BTW-aangifte als voorbelasting. Breng je die en later als jij de spullen daadwerkelijk verkoopt, ga je dat verrekenen. Dus per saldo krijg je de BTW terug dan. Want je brengt het uiteindelijk in rekening bij de consument. Ook een leuke vraag. Het komt natuurlijk steeds meer aan de orde. Hij kwam al een paar keer voorbij Alibaba. Oftewel ook AliExpress. Hoe kijken jullie daar tegenaan, tegen dat soort partijen? En spelen die een rol als het gaat om importeren? Want daar kun je ook grote partijen goederen opkopen of kopen en laten regelen. Heb jij daar ervaring mee? Met Alibaba. Ik kan zomaar voorstellen dat jij daar sceptisch naar kijkt.
Nee, eigenlijk niet. Dus, nee? Zeker niet. Alibaba is volgens mij een hele mooie club. Ik heb daar zelf nog nooit iets gekocht. Die hele markt van evil filmen, webshops, dat is toch wat Alibaba groter is. Nee, die heeft grote invloed op de hele markt. Hoe kijken jullie daar naartoe als douane? Waar de douane natuurlijk heel veel mee te maken heeft, is dat een particulier bestelt bij Alibaba. Ja. Hè? Dus dan heb je hem te maken met een bepaalde vrijstelling. Als je daaraan voldoet, dan hoef je geen douanerechten en de BTW te betalen. Ga je het als ondernemer bestellen daar, ja, dan zul je altijd weer een douaneaangifte moeten doen. En dan zul je ook gewoon de douanerechten moeten betalen. Zul je een goederencode in jouw aangifte moeten invullen. Dus dan moet je eigenlijk Alibaba als gewoon een leverancier zien? Ja, dan moet je Alibaba als een leverancier zien. Of het nou een online winkel is of een echte winkel, dat maakt dan niet uit. Ja. Doe jij iets met dat soort partijen? Wij zijn wel aanwezig op Alibaba, maar meer als verkopende partij. En dat werkt? Ja, in Azië werkt dat zeker. Dat veel beter al dan dat het hier werkt. Ja. Okay. Ja. Kunnen jullie wat vertellen over parallel import, vraagt Vincent. Ik weet niet wat hij er precies mee bedoelt. Ja, parallel import is dat jij als ondernemer op een markt goederen koopt van iemand die de rechten op die goederen heeft. Maar er zit misschien een Europese importeur hier die de exclusieve rechten heeft. Dan kan het wel eens zijn dat je op elke producent en houdt rekening met de prijs op de markt en stelt zijn prijzen daarop in. En dan kan het wel eens zijn dat jij daar een partij goedkoop kan kopen en hier importeert. Of de eigenaar of de merkhouder dat altijd leuk vindt. Ja, je moet daar erg mee oppassen, volgens mij, civiel vooral. Hoe zit dat in elkaar? Ja. Wie heeft de rechten op die goederen? Mag je dat zomaar importeren? Voor de douane is dat geen strafbaar, dat kan. Maar, Het kan wel gevaarlijk zijn, parallel import. In de zin van? Omdat je dus met ook verschillende regelgevingen in Europa al te maken hebt. Dus wij hebben het zelf aan de hand gehad dat een van onze Franse klanten onze goederen ging exporteren naar Polen. En daar stond ook onze naam op, maar het deed niet aan de Poolse wetgeving. En uiteindelijk kregen wij daardoor een boete. Ja, ja. Dus, die heb je ook moeten betalen? Ja, uiteindelijk is het allemaal wel weer opgelost, want wij hadden natuurlijk zelf niet die fout gemaakt. Maar je zit daar dan wel mooi aan vast. Zoveel moet je dan... Je moet met parallel importen gewoon altijd wel weer uitkijken van oké, waar komt het vandaan en welke regels gelden er waar ik dat product dan wel weer ga verkopen. Want maar ook met voedsel is dat zo, dat er dan bepaalde E-nummers in kunnen zitten die bijvoorbeeld in dat land waar je het wel gaat verkopen weer niet mogen. Jij bedoelt dat het misschien voor een markt, speciaal voor die markt, voor dat land geproduceerd is, voldoet wel aan de regels daar. Maar absoluut niet hier bijvoorbeeld. We gaan een aantal vragen doen met lekker korte, snelle antwoorden. Even Petra. Petra die zit nu in nood, want die wist niet precies welke website je bedoelt. Jij, Monique, met Brussel website /EU-website. Ik ben wel bekend, zeg ze, met Market Access Database. Maar als je gewoon www.europeeseunie.nl doet, dan kom je uiteindelijk, kan je alle websites benaderen die de EU heeft. En er zijn er heel veel op het gebied van import. Maar misschien kunnen we dat in dat laatste sheet nog laten zien welke specifiek voor importeren en met betrekking tot die goederen zijn. Mark, waarop moet je letten bij het importeren vanuit Pakistan? Denkend aan verantwoord ondernemer, betrouwbaarheid en verantwoorde labor conditions. Iemand ervaring met Pakistan? Nou, wat ik wel over Pakistan kan zeggen is dat het een land is waar die in de categorie arme landen valt. Waar de Europese Unie een soort van ondersteuningsprogramma voor heeft. Om de handel tussen de Europese Unie en Pakistan te bevorderen. Dat is gunstig dus? Of? Ja, dat betekent dat je namelijk minder douanerechten hoeft te betalen of invoerrechten bij invoer. Maar dat moet je wel, en dat is heel belangrijk, de oorsprong kunnen aantonen. Dus je zult dan aan je leverancier moeten borgen, in contracten opnemen dat jij ook inderdaad dat oorsprongsbewijs, en dat is voor Pakistan een vorm A, krijgt. En dat zul je hier bij de invoer zul je dat moeten overleggen. En dan krijg je die, ik noem het maar even, korting op de douanerechten. En dat hangt af van wat voor soort goederen het is. Dat kan soms nul zijn. Dat kan soms ook een verlaging zijn. Ja. Er zit veel in de textiel. Want Pakistan is natuurlijk een land waar veel textiel geproduceerd wordt. Ook daar, sluit me aan bij jou, dan moet je oppassen van, waar is het gefabriceerd? Voldoet het aan de eisen? Voldoet die fabriek aan de normen? Ja. Daar moet je mee oppassen. Zegt een technisch dossier jullie iets? Technisch dossier? Nee. Want Michiel die vraagt welke documenten moet er in een technisch dossier? Nou, hij bedoelt misschien wel zoiets wat jij net zegt. Wat hoort er allemaal bij? Als je dus gaat importeren vanuit bijvoorbeeld Pakistan, dan heb je zo'n vorm A nodig. En dat vind ik dan wel een technisch dossier. Omdat je anders geen korting krijgt op de invoerrecht. Omdat je niet kan bewijzen dat het echt geproduceerd is in Pakistan. Ja.
Ja. Ja. Joost, voor jou denk ik een vraag. Veel vragen ook over verzekering. Hoe kun je zending verzekeren dat het wel aankomt en dat het heel aankomt? Is daar een algemeen antwoord op te geven? Ja, ja, dat regel ik voor u, zeg jij dan? Ja, heel zeker. Nee, er zijn inderdaad allerhande transportverzekeringen. Zo moet je maar kijken of je dat wil of niet. Maar dat is eigenlijk gewoon een standaard verzekeringskeus. Ik zou nu nou moeten zeggen dat wij geen de spullen kapot maken. Nou ja, er is wel altijd een risico. Ik bedoel, van schade onderweg. Het fysieke risico is uiteindelijk helaas niet te voorkomen. Dus daar inderdaad, ik zou kijken naar een goede verzekering en ook hier weer naar een goede partner, hoe dat op te lossen is. Want we zijn natuurlijk wel een volkje die bekend staat om het oververzekeren. Wij verzekeren ons linksom, rechtsom, het liefst voor alles. Hoe weet ik als ondernemer en ik wil aan de slag dat ik waar ik die balans vind tussen wat moet ik wel of niet verzekeren? Volgens mij is die typisch Nederlandse vraag waar wij een slecht antwoord op geven. Want uiteindelijk maken wij steeds de keuze om het zelf over te verzekeren. Als u geen zorgen wil, dan. De meest basale vraag is natuurlijk: wat krijg ik als iemand het laat vallen? Hè? We maken het echt kapot. Ja. Dan kan je afhankelijk van je inkoopwaarde en het risico erop, kan je daar een afweging op maken. En aan de hand daarvan kan je beslissen of je wel of niet wilt verzekeren. En dan kan ik me ook voorstellen dat dat product A heel anders verzekerbaar is dan product B. Ik bedoel, een spanband die breekt niet. Maar nee, als je porselein gaat lopen importeren, dan. Wij hebben heus wel eens dat er valt ook wel eens wat van de container af. Of het is nat geworden doordat er toch water in de container is gekomen. Ja. Dus je moet je afvragen altijd van wat is de container waard en wat betaal ik aan premie en hoe vaak zal het voorkomen. En kan ik het betalen als het zo'n container niet. Komt dat weer terug op uiteindelijk toch heel goed nadenken over het algehele businessplan. Ja. Van inkoop tot verkoop en marge. En wat hou ik over? En het voorbeeld van Blink nu met nat. Dan kan ik weer terugkomen op die inkoopterms van net. Het ligt een beetje aan wie verantwoordelijk is voor die container op het moment dat die nat wordt. Ja. Ik bedoel, ze leveren wat af. Ze hebben gezegd, de meest luxe voorwaarde was ik breng het helemaal bij jou aan de deur. En als het dan aan de deur komt en het is nat, dan kan je tegen je producent zeggen, neem de spullen maar weer mee, flauw gezegd. Ja. Je hebt ook inkoopterms waarbij de verkoper de verzekering verplicht is te regelen. Ja. Dus daar moet je dus inderdaad goed over nadenken. Ja. Ja. Is er een site, vraagt Sander, waar ik eisen kan vinden die gesteld worden aan producten zodat deze vallen onder de aansprakelijkheidsverzekering mocht mijn product schade veroorzaken? Ik weet niet of daar een site voor is, maar je kan je natuurlijk zelf afvragen in hoeverre jouw product schade kan brokken aan een ander. En dat is bijvoorbeeld in het geval van onze spanbanden best wel een valide risico. Als het losschiet, dan kan je echt ernstige ongelukken veroorzaken. Dus, en hoe heb jij dat geregeld? Ja, wij hebben best wel een hoge product aansprakelijkheidsverzekering. Dus als er iets gebeurt met onze producten, dat we dan daarvoor verzekerd zijn. Maar dat is ook met name weer een exportvraag, kan ik me voorstellen. Want verkoop jij in Amerika bijvoorbeeld? Nee, daarom niet. Precies. Maar in Nederland kan het dus ook. Dus, en je bent toch de inverkeerbrenger van het goed. Dus je bent ook verantwoordelijk als er iets fout gaat. Maar je bent ook verantwoordelijk als er gifstoffen in zitten. Of je bent ook verantwoordelijk als er andere dingen aan het product fout zijn. Wat bij de consument terechtkomt. Ja, en daar moet je dan wel bestand tegen zijn. Dus je weet soms niet wat er kan gebeuren. Dus een product aansprakelijkheidsverzekering zou ik zeker aanraden. In een aantal gevallen. De heer of mevrouw D., wie dat ook mag zijn, die vraagt hoe lang duurt transport vanuit... Ja, Joost, die is voor jou. Hoe lang duurt transport vanuit Zuid-Amerika naar Nederland per container? Eens even kijken. Ja, ik hoor een boekje. Even kijken. Pak een beet. Drie weken. Want je hoort ook wel ondernemersverhalen die zeggen... Ja, ik dacht dat dat even zomaar geregeld was. Maar uiteindelijk was ik nog maanden verder. Maar ik bedoel, vaak is het proces eromheen wat misschien langer duurt. Maar fysiek het vervoer van die container van A naar B vanuit Zuid-Amerika... Ik riep 3,5-4 weken. Iets in die orde. Zoals net heel even de trend dat boten wat langzamer gingen varen... vanwege de brandstofbesparing. Dan had het weer een paar dagen langer duren. Maar dat zou ook Beken. Zo. Ja. Je ziet nu vanuit China zie je nu de eerste de sporen komen deze kant op. Om met trein deze kant op te halen. Om een beetje die mix van verschillende snelheden en duurzaamheid eventueel te kunnen bieden. Ja. Maar de grootste stroom is in containers op boten. Ja, dat is hoeveel procent van jouw handel komt via de boot, zeg maar? Oh, bij ons, ik denk 85. Ja, echt. Wat Europa binnenkomt, misschien zelfs nog wel meer. Misschien nog een heel klein beetje via de lucht. En uit het oosten wel eens wat met de vrachtwagen, maar meestal. En uit welke landen, wat zijn de toplanden wat jou betreft? Klopte die een beetje met de landen die ik in het begin noemde? Ja. Ja? Ja. Buiten Europa halen wij het meeste uit de Verenigde Staten en China. Oké. Nog een paar vragen die wij kunnen doen. Alice, werkt Monique ook met inkoopvoorwaarden bij haar inkoop of import?
Nou ja, inkoopvoorwaarden, dat zijn dan eigenlijk toch wel de inkoopterms, denk ik, dat ze daarmee bedoelt. Verder, wat voor inkoopvoorwaarden? Ja, je kan natuurlijk alles afspreken met jouw leverancier, zo gek als het maar is. Dat hangt maar net van je onderhandelingsgesprekken af. Kijk, andere inkoopvoorwaarden is best belangrijk. Welke valuta ga je kopen? Ja. En dat is een heel groot risico, want uit alles wat uit Azië komt, wordt tegenwoordig toch wel afgerekend in dollars. En zoals jullie weten, is de dollar de laatste jaar enorm duur geworden ten opzichte van de euro, of de euro is gedaald ten opzichte van de dollar. Ja. En dat zijn hele grote risico's. Dus op het moment dat jij een afspraak maakt met je leverancier, dat is door de reistijd een maand geleden of anderhalve maand geleden, dan kan de dollar zomaar ineens veel duurder zijn geworden. Dus dan is je kostprijs ineens veel hoger. Je betaalt ook meer de invoerrechten. Dus, kun je dat ook verzekeren? Valutaschommelingen? Nee, je kan het niet verzekeren, zeker niet. Je kan wel proberen om met de bank afspraken te maken dat je op dat moment alvast de dollars koopt. Maar daar moet je dan ook maar geld voor hebben. Ja. Je kan dollars vooruit inkopen op het, dat je ze kan laten afleveren op het moment dat je ze nodig hebt. Dan betaal je wel weer wat meer, maar dan hou je ook het risico een beetje beperkt. Ja. Maar ja, dat kan je niet voor een jaar of twee jaar of drie jaar afspreken. Dat zijn allemaal wel kortere termijn oplossingen. En daarvoor moet je dan toch ook wel weer naar de bank gaan. Dus ja, je kan ook met je leverancier afspreken, we doen de transactie in euro's. Maar ja, zodra de euro weer te laag is geworden, gaat de leverancier ook sputteren. Dus uiteindelijk krijg je toch een probleem. Oké, maar valuta is ook een dingetje. En zeker dat is naarmate de orders groter worden, kan ik me voorstellen. Ja, dat is echt een enorm groot risico. Als ik zelf de producten haal uit bijvoorbeeld Spanje en zelf het transport verzorg, kan ik met de goederen dan zo de grens over, vraagt iemand. En waar regel ik dan de formaliteiten van tevoren? Ja, ook hier geldt weer hetzelfde. Het is Spanje, het is de Europese Unie, dus je hebt weer met de BTW te maken. Dus je koopt in Spanje, als ondernemer, je koopt in Spanje. Je zult dat hier netjes in je BTW-aangifte moeten verwerken. Dus je zult netjes die verwerving, die aankoop, zul jij in je BTW-aangifte moeten verwerken. Okay. In je binnenlandse BTW-aangifte. En vervolgens ga je dat weer verwerken en zul je het uiteindelijk verkopen. En dan komt het eigenlijk ook weer in de boekhouding of in de BTW-aangifte terecht. Helder. Rob, kunnen jullie iets meer vertellen over het laden van een container in Jakarta, denk ik dat bedoel, Indonesië? Kan ik de container gebruiken als magazijn, bij voorkeur op een beveiligd terrein, en als de container vol is, laten verschepen naar Nederland? Is dat een goed idee? Of moet hij dat niet willen? Ik snap wel wat hij zegt. Ik vind het ook wel pragmatisch. Volgens mij is het formele antwoord dat of dat mag, is waarschijnlijk in dit geval Indonesische wetgeving. Ik zit even naar de praktijk te kijken. Dit is blijkbaar een situatie waarin hij iets heeft wat heel langzaam of geproduceerd wordt of groeit. Of in een bepaalde tijd, hij koopt wat hier, hij koopt wat daar. Hij heeft geen haast met de verkoop. En dan is het containertje vol en dan verscheept hij hem. Op zich zou ik in Nederland zeggen dat er wel wat betere manieren zijn om je spullen, want uiteindelijk is het tijdelijke opslag. Maar ik vind het ook wel creatief. Is het niet zo dat je die container huurt van een maatschappij? Dus de vraag is of dat de meest effectieve manier van opslag vraag ik me ook af. Maar goed. Maar het is in theorie is het een optie. Ja hoor, je kan dan beter gewoon een verlader contacten en dan vragen of je je goederen daar tijdelijk kan opslaan. Wat is een verlader? Precies, die heb je natuurlijk ook in alle landen. We halen die spullen daarop, we hebben daar ook een warehouse staan, dan mag je daar gewoon een magazijn staan. Dan kan je het ook inzetten, dan hoef je die container inderdaad niet zelf te huren. Maar dat noem je dan een soort geconsolideerde container en dan stoppen ze alle goederen bij elkaar. Dan komen we terug bij de vraag van eerder die avond, als wij een hele hoop van dit soort partijtjes hebben, stoppen wij het in één container en brengen wij de container alvast deze kant op. Dan is de vraag van Menko ook meteen. Want die vraagt hoe het beste om te gaan met een deelvracht vanuit India. Geen volle container. Ja. Kun jij dan heel snel ook berekenen van op dit niveau zou ik het gewoon maar laten komen? Of bij dat niveau even wachten? We hebben partijen gewoon een prijs afgeven. Ja. En kunnen vertellen wat het kost en wanneer het hier is. Ik krijg wel dat is niet om jou naar de mond toe te praten. Maar ik zou wel een prettig gevoel krijgen om met zo'n partij vanuit Nederland te werken. Doe jij dat ook voor het grootste gedeelte? Of? Wij kijken ook wel naar de prijs. Dus wij kijken van, is het handiger om het vanuit het land waar je het vandaan haalt te organiseren? Of kunnen we het beter hier organiseren? Dus je moet ook de prijs daar in mee laten spelen natuurlijk. En sommige partijen, dat zijn zulke grote partijen, die zijn zo internationaal georganiseerd. Dus het maakt eigenlijk niet uit of je dat dan in Azië regelt of hier. Wat ik nog wel voor de levertijd wilde opmerken, is dat je dan met de levertijd, daar hou je rekening mee met 4 weken, want dat is de vaartijd. Maar voordat het
vanuit Rotterdam echt bij jou in je magazijn zit. Daar moet je sowieso altijd een week voor bij optellen. Want dat moet vervoerd worden. Dus daar moet ook een afspraak voor gemaakt worden. Maar de douane kan ook zeggen van... goh, dit vinden wij een interessante container. Die willen we even controleren. Dus dan wordt de container er tussenuit gehaald en gecontroleerd. En daar kan dan inderdaad ook nog wel eens een week tijd overheen gaan. Dus wij rekenen in ieder geval altijd 1 extra tot 1,5 week extra... voordat het echt binnen is. Dus je moet jezelf niet rekenen met 3 weken of 4 weken vaartijd. Ik wil afsluiten met Sefa. Die zegt geweldige informatie wat jullie heren en dames behandelen. Met een uitroepteken. Nou, die mag je vast. Ja, dat is aardig. Gelukkig heb ik deze stappen afgelopen week ook ongeveer op deze manier behandeld. En mijn eerste grote LCL-transport. Wat is dat? Dat is zo'n... Ja, dat is zo'n deelzending. Al heel goed. Ja. Met een Nederlandse forwarder, met een Chinese agent in Shenzhen gedaan. Ik hoop dat het goed gaat. Maar na dit webinar ben ik wel opgelucht. Ja, nou, leuk. Dat is heel mooi om te horen. Dan gaan wij richting de afsluiting, beste kijkers. Wil je nou meer weten na deze uitzending, dan ga, en dat, ook dat zien we netjes even in beeld, ga dan naar ondernemersplein.nl. Zoek dan op het woordje import en dan vind jij alle mogelijke informatie die er maar is. Dus ga naar ondernemersplein.nl, zoek via het woordje import en ik denk als je het woordje import in Google intypt of je typt de namen in van deze gasten hier aan tafel, dat we een heel stuk wijzer worden. En die namen die zijn uiteraard Joost Mooijweer, Henk Navers en Monique Ansink. Ik dank jullie wel dat jullie mijn gast wilden zijn. Voor de kijkers, voordat jullie gaan. Morgen komt er een e-mail jullie kant op. Met alle mogelijke informatie. Zodat jullie verder kunnen met jullie prachtige plannen om te gaan importeren. En ik ben heel erg benieuwd of diegene die 25% die zeiden nee. Of die misschien zijn die om zeggen, het is toch wel spannend. Het is een hoop geregeld, als ik het zo mag samenvatten. Maar er liggen enorm veel kansen. Eén ding voordat ik afsluit. Zometeen als ik dag heb gezegd aan jullie, dan verschijnt er een evaluatie in beeld. Dat zijn een paar vragen. Binnen een minuutje heb je die vragen beantwoord. We zouden het enorm op prijs stellen als je deze vragen wil beantwoorden. Geeft ons een heel goed beeld wat jullie van dit webinar hebben gevonden. Namens ondernemersplein.nl, Kamer van Koophandel en de Douane Belastingdienst. Dankjewel voor het kijken en heel graag tot een volgende keer. Dag.